De gemeente Wijchen krijgt mogelijk een nieuw zonnepark. In het plan staat dat een oppervlakte van 11 hectare maar liefst 51.500 zonnepanelen moet behelzen. Al draagt het plan bij aan de wens van de gemeente Wijchen om in 2040 energie-neutraal te zijn, de gemeente heeft het niet zelf bedacht. Het nieuwe zonnepark is een particulier initiatief. En CDA-raadslid Marleen Joosen benadrukt in het RN7-radioprogramma Studio de Streek dat bij de realisatie van het zonnepark de belangen van burgers niet over het hoofd gezien mogen worden. Dit plan, het zonnepark in Hernen, dat is geen gemeentelijk plan. Dat is een particulier initiatief. Een boer die landbouwgrond heeft, een investeerder die daar een zonnepark wil maken. En zij hebben een aanvraag ingediend bij de gemeente van een omgevingsvergunning. Dus het is geen plan van de gemeente, okay. Het is geen plan van de politiek. Maar hoe mooi is het dat een privaat persoon op deze wijze bij wil dragen aan de ambitie van de gemeente? Absoluut, maar nog mooier zou het zijn als het ingepast zou kunnen worden in een groter plan wat de gemeente heeft. Waarbij je vanuit de gemeente, politiek, met burgers samen kijkt. Hoe gaan we dat nou realiseren in onze gemeente? We weten allemaal, het zal een combinatie van wind en zonne-energie moeten zijn. Ook binnen de gemeente Wijchen. Ja. Dus gaan we met elkaar aan de slag. En bedenk welke plekken zijn geschikt, welke zijn niet geschikt. Het zonnepark zal in het westelijke dorp Hernen terechtkomen. Daar ligt het perceel aan de A50 in de buurt van Bergharen. De huidige aanvraag voor het zonnepark past echter niet binnen het geldende bestemmingsplan van de gemeente. Met een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen, vanuit de gemeenteraad kan het project een uitzonderingspositie in het bestemmingsplan krijgen en kan er alsnog een vergunning gegeven worden. Joosen meent dat particulieren niet lang op zich laten wachten en daarom vindt ze dat zo'n proces sneller moet kunnen. Nee, en daarom vinden wij als CDA-fractie, maak eens haast, college. He, van de zomer moet er een concreter plan liggen, wat regionaal energiestrategieplan. We zitten al haast in februari. We hebben daar niet zo heel veel tijd meer voor. En hoe meer van dit soort particuliere initiatieven gelanceerd worden, hoe moeilijker het is om los van individuele belangen die er op een gegeven moment gaan spelen, een goed overwogen beleid en standpunt uit te dragen.